Ik geef het woord aan Sophie Baksteen. Die gaat iets vertellen over van irritatie naar efficiëntie. De impact van quality engineering binnen ABN AMRO. Als jullie vragen tussendoor hebben, liefst op het eind van een hoofdstuk. In ieder geval het einde van de presentatie. En dan kom ik met de microfoon naar je toe, dat iedereen het goed hoort. Dus ga je gang. Veel plezier. Top, dankjewel. Leuk om te zien dat zoveel mensen interesse hebben in mijn verhaal. Ik ga het inderdaad hebben over van irritatie naar efficiëntie. De impact van quality engineering binnen de ABN AMRO app teams. Ik zal beginnen met mezelf eventjes voorstellen. Ik ben begonnen bij Society in januari van 2020 als young professional. En mijn allereerste klant daar was ABN AMRO. Ik zit daar nog steeds, want ik vind het hartstikke leuk. En ik krijg heel veel mogelijkheden om leuke dingen te doen bij ze. Ik ben intussen ook mid-year agile test expert geworden, dus geen young professional meer. Voordat ik bij Society werkte, heb ik psychologie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Dat was een hele andere achtergrond, maar ik heb uiteindelijk toch mijn passie gevonden in het testvak. Dus vandaar de carrière switch. Rotterdam zegt het al een beetje, dat is wel de locatie waar ik ook ben opgegroeid in Nederland. Maar ik ben vorig jaar verhuisd naar de andere kant van het land. Samen met mijn vriend en onze drie katten. Dit zijn ze, dat zijn Belle, Milo en Lara. En in mijn vrije tijd hou ik heel erg van lezen. Ik hou vooral van hele spannende boeken. En ik ga ook heel graag wandelen in het bos dat vlakbij ons huis is. Ook een van de redenen dat we helemaal naar de andere kant van het land zijn verhuisd. Daar heb ik lekker de natuur naast mijn huis eigenlijk. Goed, waar ga ik het dus over hebben? Ik ga eerst een kleine introductie geven in hoe de appteams bij ABN AMRO werken. Dan een klein beetje specifieker in op mijn opdracht. En dan eigenlijk het grootste deel van de presentatie ga ik het hebben over quality engineering. En dan daarbij ook de dingen die ik persoonlijk gedaan heb bij ABN AMRO om dat toe te passen. Dus een kleine introductie, hoe werken de ABN AMRO appteams? We hebben 12 front-end appteams. Kan ik misschien handen zien mensen die dat verbaast, dat er 12 zijn? Ja, toch wel een paar. Oké, nou, ik was in ieder geval heel erg verbaasd. Ik had niet verwacht dat er 12 hele teams zijn voor één app. Dat is best wel veel. Want naast die front-end teams hebben we ook nog back-end teams en ook back-end voor front-end teams. Dat zijn eigenlijk teams die tussen de back-end teams en de front-end teams inzitten. En dan elk front-end team die bestaat uit 2 iOS-developers, 2 Android-developers, een UX-designer, een QA, oftewel een tester, dat ben ik, een product owner en een reliability engineer. En een reliability engineer is volgens mij wel een beetje een ABN AMRO-specifieke term. Deze persoon die houdt zich heel erg bezig met alles rondom het release-proces. Dus als er een nieuwe versie van de app live komt, dan regelen zij daar alles omheen. Maar zij zijn ook verantwoordelijk voor incident management. Dus als er problemen vanuit de klantenservice binnenkomen, dan gaat dat eerst via hun voordat het bij de teams komt. En dan hebben we nog een laatste rol. Dat is bij ons in het team een solutions designer, maar dat kan ook een business analyst zijn. Dat is eigenlijk iemand die meer bezig is met data en onderzoeken en dan het team adviseert op dat gebied. Wat misschien hier opvalt is dat er geen Scrum Master meer in staat. ABN AMRO heeft, een jaar geleden gezegd dat wij geen Scrum Masters meer nodig hebben. Dus die hebben wij niet in het team. Ik ga misschien ook wat dingen bespreken dat je denkt, hey, is dat niet eigenlijk de rol van een Scrum Master? Dat zou best kunnen, maar eigenlijk heb ik het al opgepakt dan omdat we geen Scrum Masters meer hebben. Dan specifiek over mijn opdracht. Wat ik doe is het testen van de features. Dus dat zijn de dingen die de developers opleveren tijdens onze sprint. Daarnaast ook regressie testen. Elke 2 weken komt er een nieuwe versie van de app live en dan moet die hele app getest worden om te kijken dat er geen fouten zijn ontstaan in bestaande onderdelen door onze nieuwe toevoegingen. En het laatste is flows automatiseren. Dus dat zijn de processen die de klant doorgaat in de app. Dus bijvoorbeeld een betaling uitvoeren, die dan van begin tot eind automatiseren. En voor degenen die het interessant vinden, voor Android doen we dat in Espresso in de taal Kotlin. En voor iOS is dat met XCUI-test in de taal Swift. Dan specifiek over mijn team. Ik zit in team Spider-Man. Dat is natuurlijk het allerbeste team dat wij hebben. En wij zijn verantwoordelijk voor deze pagina aan de app. Misschien kennen jullie sommigen van jullie hem wel. Dus de eerste pagina die je ziet als je inlogt. Dat is je overzicht waar je al je producten kan zien. Die hebben wij de afgelopen paar jaar helemaal vernieuwd. Ook het kleine menuutje bovenin is helemaal nieuw. Dan kun je per product verschillende dingen bekijken en acties ondernemen. En achter deze pagina zitten nog 2 pagina's die je kan gebruiken om het helemaal te customizen. Dus eigen plaatjes toevoegen of een eigen naam of de volgorde veranderen. Ook die pagina's hebben we helemaal vernieuwd. En we hebben ook pas het product lenen teruggebracht in de app. Dit is een tijd weg geweest en dat hebben we nu eigenlijk teruggebracht. Dus alle klanten die een lening hebben, kunnen hem eindelijk weer zien in de app. Daar zijn we heel blij mee.
Goed. We kwamen eigenlijk voor quality engineering. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Een kijkje in de keuken. Maar laten we nu de diepte ingaan. Ik ga eerst even de definitie doornemen. Dus de definitie die TeamApp voor ons geeft. Die is in het Engels. Als iets onduidelijk is, steek even je hand op. Dan kan ik het hopelijk beter uitleggen. Eerste stukje is: quality engineering is about team members and their stakeholders taking joint responsibility. Ik heb hier joint responsibility even dik gedrukt. Want dat is heel belangrijk. Het is niet de verantwoordelijkheid van één persoon om kwaliteit in te bouwen. Maar dit is echt voor iedereen die bij het proces betrokken is. To continuously deliver IT systems with the right quality. Right quality hier ook opnieuw uitgelicht, omdat het belangrijk is om te kijken, wat is nou de precieze kwaliteit die jij wil opleveren? Uiteindelijk willen we alle natuurlijk perfect hebben. Dat zou mooi zijn. Maar ja, perfectie is misschien niet eens mogelijk. Maar daarnaast kost het ook heel veel tijd en geld om het echt perfect te doen. Dus wat is de juiste kwaliteit voor dit product? Volgende punt is at the right moment. Het is ook belangrijk om het product te leveren op het moment dat de klant het ook daadwerkelijk nodig heeft. Dus niet te vroeg, wanneer ze er nog niks aan hebben. En ook niet te laat, wanneer het eigenlijk al te laat is. It is a principle of software engineering concerned with applying quality measures to assure the quality of IT systems. Dan heb ik applying quality measures ook weer dik gedrukt. Dat zijn eigenlijk alle acties die je onderneemt om kwaliteit in te bouwen van begin tot eind. Die delen we in drie onderdelen. De eerste is preventief, dus alles wat je van tevoren doet om kwaliteit in te bouwen. Dan hebben we detectief, dat is alles wat je doet om te toetsen of die kwaliteit ook echt is wat je van tevoren hebt vastgesteld. Dan hebben we ook nog correctief en dat is pas na het bouwen de kwaliteit verbeteren. Dat kan natuurlijk zijn wanneer er incidenten zijn, maar dat zou bijvoorbeeld ook refactoring kunnen zijn om preventief alvast de kwaliteit te verbeteren. Nou, ik ga 5 onderwerpen bespreken die ik heb gedaan bij ABN AMRO. En ik kan je ook indelen in deze 3 categorieën. In de eerste categorie hebben we refinements en tekstvelden. Dan detectief hebben we testomgeving en regressietesten. En correctief hebben we tagplans. Nou, het is ook de volgorde waarin ik door de hoofdstukken heen zal gaan. Dus goed, laten we beginnen met de eerste, refinements. Refinements bij ons ging eigenlijk een beetje zo. Ik denk dat dit al een beetje een bekend plaatje is. We dachten, nou jongens, we gaan even lekker een refinement doen, een uurtje. Dan hebben we een aantal stories klaar, dan kunnen we ermee aan de slag. Maar dan was het uurtje voorbij en iedereen was helemaal kapot en we hadden nog steeds geen story klaar. Ging dus eigenlijk niet helemaal zoals we wilden. Wat was nou precies het probleem? We begonnen refinements heel vaak met een lege story. Of we begonnen die refinements eigenlijk met, nou jongens, wat gaan we vandaag refinen? Niet echt een heel goed startpunt, dat schiet niet heel erg op. Daarnaast waren er ook heel veel onduidelijkheden. Als we dan in de story bezig waren, dan waren er heel veel vragen die opkwamen waar we nog geen antwoorden op wisten. Dingen dat we terug moesten naar het design of zelfs nog verder terug om daar duidelijkheid over te krijgen. En als we het dan wel voor elkaar kregen om een story te refinen, dan bleek die achteraf incompleet. Dus wanneer we het gingen oppakken, was van, oh verdorie, we hebben dit nog niet. Of, oh, het design is nog niet af. Of we weten niet wat we doen met accessibility. Dus dat werkte niet heel lekker. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb 2 dingen gedaan. Ik heb een pre-refinement geïntroduceerd en ik heb een user story template gemaakt. Nou, eerst die pre-refinement. Die pre-refinement is een meeting met deze 4 mensen. De PO, de UX'er, business analyst of in mijn geval de solutions designer. En dan ook ik, de tester. En wat we eigenlijk doen in deze meeting is van het design of het concept of als een eerste opzet van de user story maken. Zodat we al meteen op papier hebben waar we over gaan beginnen. In die fase kunnen we ook alvast identificeren welke dingen voor ons nog niet duidelijk zijn. Waar we bijvoorbeeld input van developers voor nodig hebben. En die kunnen we in ons template mooi zetten in een open questions gedeelte. Zodat we voorbereid de refinement ingaan. Nou, dat template laat ik ook even zien hier. Dan kijken we even naar het bord, daar is iets groter, kan ik het beter lezen. We beginnen de template met een standaard tekstje voor de user story. As an app user, I want to, so that I can. En wat het eigenlijk motiveert bij ons is dat we altijd blijven kijken vanuit de eindgebruiker. Wat heeft de eindgebruiker eraan als wij dit aan het doen zijn? Vervolgens starten we de description. We doen een kleine samenvatting van wat deze story nou precies inhoudt. Hebben we dependencies? Zijn we afhankelijk van bijvoorbeeld andere teams? Zijn we afhankelijk van een API-service? Of zijn we afhankelijk van een eerdere story? Als we dat al duidelijk hebben, dan weten we ook dat dat eerst oké moet zijn voordat we deze story kunnen oppakken. En dan de volgende is, do we need to work on Emerald components? De Emerald components, dat zijn de herbruikbare componenten die we gebruiken in de ABN AMRO app. Dus bijvoorbeeld een tekstveld die we opnieuw gebruiken op een andere plek. We hebben gemerkt dat als we daaraan moesten werken, dat het soms wat extra tijd kostte. Omdat dat component nog niet helemaal werkte zoals wij het moesten hebben. Of omdat we dat component eigenlijk vanaf helemaal het begin zouden moeten maken. Dus het kost allemaal extra tijd. En als je daar pas achter komt, als je de story oppakt, dan is het eigenlijk al te laat.
Dan hebben we een stukje acceptance criteria. Daar heb ik ook een aantal standaard acceptance criteria ingezet. Deze heb ik eigenlijk gewoon uit de definition of done gehaald. Dus dat zijn de dingen die we eigenlijk elke user story moeten deze gewoon in orde zijn. We evalueren natuurlijk wel altijd van geldt het ook echt voor deze story. Dan hebben we een hele lijst met resources. Deze hebben we meerdere keren aangepast, aangevuld, veranderd. En dat zijn eigenlijk alle dingen die we normaal gesproken nodig hebben voordat we een story kunnen oppakken. Dus zijn er verschillende designs beschikbaar? Zijn die er in light mode en in dark mode? Weten we alles voor accessibility? Weten we alle teksten al? Is er al een tag plan? Allemaal dat soort dingen. En als laatste hebben we dus de open questions, die had ik al verteld. Daar noteren we alle vragen die we hebben en we noteren ook het antwoord. Wat we eerst deden was, als we de vraag hadden beantwoord, halen we de vraag weg. Maar dan hadden we de volgende keer gingen we naar kijken en dachten, oh ja, we hadden hierover nagedacht, toch? Wat was het ook alweer? Dus nu schrijven we alles op, zodat we ook later nog weten waar we over nagedacht hadden en waarom we tot die conclusie zijn gekomen. Dan hebben we ook de teststrategie. Daar schrijven we op welke soort testen we gaan implementeren voor deze story. Want ook die kosten meer tijd. Wat een tagplan is. Ja, dat is een van mijn hoofdstukken ook, dus daar kom ik later op terug, wat dat precies is. We spreken welke tests we gaan maken. En als laatste hebben we ook een product risk analysis, waar we stilstaan van wat is de kans dat we dit verpesten eigenlijk. En als we het verpesten, wat is dan de impact op onze klant? Zodat we ook weten hoe goed we dit moeten testen bijvoorbeeld. Maar ook dat we onszelf daar bewust van zijn. Nou, wat was de impact van deze dingen die ik heb gedaan? Als allereerste is dat we nu per refinement ongeveer 4 user stories kunnen refinen in plaats van maar eentje. Dus dat is een flinke toename. Daarnaast zijn de user stories compleet wanneer we ze oppakken. We missen geen informatie meer. En de refinements zijn gewoon een stuk fijner. Want zoals ik al zei, normaal gesproken na dat uurtje je was helemaal kapot en je had niks bereikt. Dat werkt natuurlijk ook heel demotiverend. En nu na het einde van de refinement denk je, yes, we hebben 4 user stories die kunnen we nou oppakken. Dat is gewoon een lekker gevoel. Dan de laatste slide van dit hoofdstuk ook afsluiten met wat kan jij doen? Allereerst bereid je refinement voor. Zorg dat je al wat op papier hebt staan. Zorg dat er iemand in ieder geval of wel meer weet over het onderwerp. Zodat je niet gewoon blind een refinement ingaat. En de tweede is, maak een opzet voor je user story. Maak bijvoorbeeld een checklist van dingen die altijd moeten gebeuren. Kijk, mijn template was heel erg uitgebreid natuurlijk, maar dat hadden we ook niet in één dag klaar. Dat is gewoon een levend ding wat we elke keer aanpassen als we erachter komen dat we toch weer iets vergeten zijn. We beginnen gewoon met een simpele checklist. Dat is dan ook het einde van het eerste hoofdstuk. Zijn er hier vragen over? Je vraagt of de user story compleet is, of weet je dat het compleet is? Doordat we hem kunnen oppakken en op dat moment ook geen vragen meer hebben als we ermee bezig zijn. Dat alles gewoon duidelijk in de user story staat. Ja? Ik herken dat in je user story definitie. Dus dat gaat denk ik voornamelijk over dat eerste stukje waar we zeggen as a user I want to so that I can. Dat heb ik eigenlijk niet bedacht. Dat is iets wat al bestond bij ABN AMRO. Ik weet niet precies waar dat vandaan komt, al heerlijk te zijn. Oké. Okay. Beantwoord dat je vraag? Nou ja, ik vraag me af waarom het niet met toeling dan gelijk overeenkomt die rol is. Hoe bedoel je dat? Nou, kijk, als je burger toepast, dan heb je given met them. En as a user, blablabla, dat kun je dan given met them en dan kan je gelijk automatiseren. Ah, zo, ja. Je leest hetzelfde, alleen nu is het wat meer voor. Dus je hebt het Dan kunnen we denk ik door naar het volgende onderwerp. Dat zijn tekstvelden. Ik heb hier een voorbeeld van een tekstveld. Dit is eentje die mijn team heeft geïmplementeerd. Met dit tekstveld kun je een persoonlijke naam geven aan je spaarproduct bijvoorbeeld. Dus hier ga je sparen voor een auto. Maar als je nou hier tekst invult, wat je als gebruiker ook kan doen, is bijvoorbeeld beginnen met heel erg veel spaties. Ik weet niet waarom je dat zou willen, maar er zijn vast mensen die dat doen. Wat ook mogelijk is dat mensen een emoji toevoegen.
Ik heb hier expres gekozen voor de lipstick emoji. Want in 2016 ging er een verhaal rond op Twitter. Dat er dus een vrouw was die dus de lipstick emoji had toegevoegd aan haar spaarproduct. En die volgens een berichtje kreeg van de bank van... Hey, kun je dat misschien niet doen? Want dit crasht heel ons systeem. dus ja, wij gingen dus een tekstveld implementeren. En toen dacht ik, hey, ik denk dat we daar even over na moeten denken. Wat wij hier gaan accepteren en wat niet. Dus ik ging een beetje rondvragen, wat is nou eigenlijk onze strategie daarvoor? En eigenlijk was dit het. Je mag zelf het wiel uitvinden. Kijk maar wat je doet met je tekstveld. Dat kost enorm veel tijd. En dat maakt ook de app heel erg onvoorspelbaar. Als je als klant een tekstveld tegenkomt op de ene pagina... dan verwacht je eigenlijk misschien dat hij dezelfde regels heeft op zo'n andere pagina. Van waarom mag je daar wel een emoji gebruiken en daar niet? Dat is vervelend voor de klant. Wat heb ik gedaan? Ik heb een taskforce opgezet. Ik heb een aantal designers, wat testers en een PO bij elkaar gezet. En ik heb gezegd, jongens, laten we het hier even over hebben. Want dit lijkt me niet zo heel handig. Wat hebben we daarin gedaan? We hebben een inventarisatie gemaakt van alle soorten tekstvelden die we hebben in de app. Dus bijvoorbeeld ook om een e-mailadres in te vullen of een telefoonnummer. Of inderdaad zo'n vrij tekstveld, zoals ook in het voorbeeld. En vervolgens hebben we per tekstveld hebben opgeschreven van wat voor soorten input zijn er. En willen we dat accepteren, ja of nee. Dus wat je kan doen is bijvoorbeeld alle spaties die voor een woord staan, kun je allemaal weghalen bijvoorbeeld. Of je kan geen emojis toestaan, dat je dan een errormelding krijgt. Dus dat hebben we allemaal opgeschreven wat we daar nou precies in wilden. En vervolgens is het opgenomen in het design systeem. Dus nu wanneer een designer een nieuw scherm maakt met ook een tekstveld, kan hij meteen zien van ik gebruik dit tekstveld, daar horen deze regels bij. Nou, wat is daar de impact van geweest? We hebben meer duidelijkheid vroeg in het developmentproces. Dus vanaf de designfase weten we al wat er nodig is in dat tekstveld. Zodat we daar niet meer over na hoeven te denken en dat zorgt natuurlijk voor tijdswinst. En we hebben meer uniformiteit in de app. Gewoon elk tekstveld waar dezelfde input in kan, daar gelden dezelfde regels. En dat maakt ook de app minder buggevoelig. Want voor elk tekstveld is er al over nagedacht wat de mogelijkheden zijn en of die toegestaan zijn, ja of nee. Waardoor je dit meteen kan implementeren. En dan niet nadat het in productie zit van, oh verdorie, iemand vult een emoji in en daar hadden we geen rekening mee gehouden. Dat nemen we daarmee weg. Dus wat wil ik jullie meegeven is, als eerste hebben jullie al regels voor tekstvelden. Maar eigenlijk geldt het natuurlijk voor alle dingen die je hergebruikt in een app. En ook specifiek voor tekstvelden, pas syntactisch testen toe. Dat is een test waarmee je eigenlijk test of jouw applicatie bestand is tegen de verschillende soorten invoer. Als je nou die regels van tevoren al hebt, heb je ook meteen al je testcases eigenlijk voor deze soort test. Dat was het voor de tekstvelden. Zijn daar vragen over? Ja? Het verhaal over de lipstick emoji, was dat waar of was het een broodje aangehaald? Ik heb gezocht en ik kan het niet vinden. Ik heb wel een website gezocht die uitlegt waarom het zou kunnen gebeuren. Maar om heel eerlijk te zijn, ik snap het niet helemaal. Het ging over een 8-bit systeem en dan sommige dingen een 7-bit. En ik weet niet meer precies. Maar het is in de theorie mogelijk. Of het dat geval waar was, dat heb ik niet kunnen vinden. Ja. In hoeverre houden jullie bij het opstellen van de richtlijn rekening met non-functional requirements, zoals bijvoorbeeld security? Als je bijvoorbeeld SQL injection of cross-site scripting en dat soort velden toevoegt, hoe checken jullie dat ook meteen? Ja, ik geloof dat dat bij ons voornamelijk in de backend gebeurt, dat daarop gecontroleerd wordt. Ik geloof dat er vorig jaar of 2 jaar geleden was daar ook een soort scare in, dat inderdaad gebeurde. En toen zijn ze daar verder naar gaan kijken en dat wordt volgens mij bij ons in de backend geregeld. En ik zou het natuurlijk ook heel fijn vinden, want de testers maken het leven makkelijk. Maar hoe overtuig je de mensen die betalen dat ze hier tijd in investeren? Dat is een goede vraag, dat weet ik niet. Ja, we hebben het gewoon onder werktijd gedaan. Ik heb mensen samengebracht en we hebben het erover gehad. En ja, eigenlijk verder niet daarover nagedacht. Nee. Over daar? Ja. Ja. Oké, dan ga ik door naar het volgende onderwerp. Dat is ook onze eerste detectieve onderwerp, namelijk onze testomgevingen. Ik zal die illustreren met hoe het werken van mij eruit kan zien. Dat poppetje daar, dat ben ik. En ik ga testen en ik kom erachter, ik kan niet inloggen. Nou, natuurlijk heel vervelend, want dan kom je niet heel erg ver met testen. Dus wat ik kan gaan doen, is ik kan hulp vragen van mijn team of een developer van, hey, wat is er aan de hand, waarom kan ik niet inloggen?
Hebben wij iets fout gedaan in de frontend of is er een probleem met onze testomgeving? Wat ik ook zou kunnen doen is een tooltje gebruiken, zoals bijvoorbeeld Proxyman, om te kijken wat er gebeurt in de calls of daar misschien iets te vinden is. Nou, ik heb een van deze methodes gekozen en ik kom er dus achter, het is een probleem met onze testomgeving. De service die daarop draait, die zorgt dat wij kunnen inloggen, die werkt niet op dit moment. Oké, nou heel vervelend. Mijn team is niet verantwoordelijk voor het inloggen, dus ik weet eigenlijk ook niet welk backend team erbij hoort die service regelt. Dus ik moet dan gaan onderzoeken van welk team is hier nou verantwoordelijk voor? Kunnen zij dit fixen voor mij? Wat is er aan de hand? Maar ik heb er eigenlijk niet zo'n zin in. Dus wat ik doe, ik pak gewoon de tweede testomgeving. We hebben er toch twee. Dus dan ga ik daar even op kijken. Dus ik ga daar naartoe en ik kom eruit achter, hey, ik kan daar inloggen. Nou, dat bevestigt voor mij dat het inderdaad een probleem was met de service op de eerste testomgeving. Op deze tweede testomgeving kan ik geen betaling uitvoeren. Op zich best cruciaal voor een bankier-app. Dus ik vind het wel vervelend dat dat niet werkt. Dus wat ik hier kan doen, is ik kan opnieuw op een developer gaan vragen. Wat is nou precies aan de hand? Hebben wij het kapot gemaakt? Of wat is er? Of het zelf uitzoeken. Ik kom dus tot de conclusie. Het is inderdaad hier ook een probleem met de tweede testomgeving. Ik kan dus opnieuw gaan zoeken van welk team is hier nou voor verantwoordelijk. Of... ik gebruik gewoon de derde testomgeving, want we hebben er 5 in totaal. Ik denk dat dit al illustreert dat het heel erg veel tijd kost om te achterhalen wat nou het probleem is, wie is ervoor verantwoordelijk en op zich uitwijken naar andere testomgevingen. Het werkt, maar ja, het kost gewoon enorm veel tijd en je weet ook niet wanneer het opgelost is. Dus het probleem was dat de services onbeschikbaar waren. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb opnieuw een taskforce opgericht. Dit keer voornamelijk met testers, maar ook een aantal developers. En daar hebben we het hier over gehad. We hebben 3 eigenlijk onderwerpen besproken. Eerst is kennis. Hoe werken die testomgevingen nou precies? Wat is nou precies het verschil tussen alle 5? Welke lijkt het meest op productie? Hoe deployen de back-end teams hun services op de testomgevingen? Zodat we misschien wat meer voorspelbaarheid kunnen creëren in wanneer services onbeschikbaar kunnen zijn. Daarnaast hebben we een Splunk dashboard gemaakt. Op dat dashboard kunnen we zien wat de beschikbaarheid is van een service. Dus als ik bijvoorbeeld probeer in te loggen en dat gaat niet, dan kan ik naar het dashboard toe gaan. Daar zie ik dat de service voor het inloggen, die is maar 20% beschikbaar. Kan ik inderdaad van uitgaan dat dat het probleem is en niet dat wij in de frontend wat kapot gemaakt hebben. En we hebben een manier bedacht om te gaan monitoren. Hoe kunnen we nou bijhouden welke services onbeschikbaar zijn op welk moment? En dat hebben we eigenlijk gedaan door tags toe te voegen aan de issues die we aanmaken in Azure. Wat heeft het nou opgeleverd? Het zorgt ervoor dat wij meer kennis hadden over de verschillende testomgevingen. En het zorgt ook dat wij data aan het verzamelen waren om te kunnen escaleren. Als het nou echt flinke impact heeft op ons werk, bijvoorbeeld we kwamen erachter dat elke dag om 4 uur dat dan een bepaalde service onbeschikbaar is. Nou, dat is ongeveer 1 uur per dag dat alle teams niet kunnen testen. Zo kun je makkelijk bij elkaar optellen van wat is nou precies de impact van dat die service niet beschikbaar is. En dan kun je dus escaleren zodat iemand er hopelijk wat aan kan doen. Sinds de taskforce hebben we niet stilgezeten. We hebben duidelijkheid in communicatiekanalen gecreëerd. We weten nu precies hoe we dit kunnen aanpakken. Dus bijvoorbeeld elke ochtend om 11 uur is er een meeting waar we kunnen joinen als we een probleem hebben. En dan kunnen we het daar bespreken. We hebben ook een centraal e-mailadres waar we naartoe kunnen mailen als we een probleem hebben. En de afspraak is dat zij binnen 1,5 uur erop reageren. Zodat wij weten dat ze ermee bezig zijn. En recentelijk heb ik dat stappenplan ook gedocumenteerd. Nou, wat wil ik aan jullie meegeven is de allereerste is, maak je ergernissen concreet. Bij ons was het heel erg, werd heel erg veel gezeurd om de testomgevingen van het is weer down of ik heb het idee dat dit nooit beschikbaar is. Maar we hadden nooit echt data om het te onderbouwen. Dus dat wil ik meegeven, maak het concreet. Wat is het probleem? Wat is de impact daarvan? Hoeveel tijd kost dit jou? En het tweede is, ga in gesprek met elkaar. Ga kijken naar een oplossing gezamenlijk. En nadat je dat gesprek hebt gehad en hopelijk tot de conclusie bent gekomen om het op te lossen, blijf daarnaast ook monitoren, zodat je ook weet of daar verbetering in zit. Zijn er vragen over dit onderwerp? Ja. Heb je in je testaanpak ook gekeken naar alternatieven om de afhankelijkheid van testomgevingen eruit te halen in die specifieke team? Zo ja. En niet in ons specifieke team, maar wel als ABN AMRO algemeen of de app algemeen. We hebben inderdaad daarnaar gekeken, maar daar zijn nog geen concrete dingen uitgekomen. Nee. Ja? Ik was benieuwd dat template, wat je in het eerste hoofdstuk doet, ook breder gebruikt in ABN AMRO, bij andere scrum teams. Ja,
Ja, ik heb dat gepresenteerd. We hebben elke week hebben we een meeting met alle testers samen. En aan hun heb ik ook de template laten zien. En zo goed als elk team gebruikt nu een eigen template. Vaak hebben ze wel aanpassingen gedaan om het beter te laten werken voor hun specifieke team ook. Wordt het wel even centraal verborgen? We gebruiken Azure om de user stories ook in te doen. En daar hebben we gewoon de templates in opgeslagen. Dus daar kun je ze vandaan halen, ook van de andere teams. Dan ga ik door naar het volgende onderwerp, ook weer detectief, de regressietestrategie. Ik zal eerst even uitleggen hoe we dat voorheen deden. Het uitvoeren van de regressie was een roterende rol. We deden het elke 2 weken. Elke 2 weken was een nieuwe release. En elke 2 weken was er een ander team verantwoordelijk om de regressietestset uit te voeren. Een groot deel daarvan is geautomatiseerd, maar er zitten ook handmatige testen bij. En omdat het geroteerd was en voor de hele app geldt, betekent dat dus dat jij als team ook de tests van andere teams aan het testen bent. Van functionaliteit waar je normaal gesproken niet mee te maken krijgt. Tijdens dit proces was de tester van het team in de lead. Die zorgde ervoor dat alles in goede banen werd geleid. En eigenlijk alle andere mensen in het team die waren verantwoordelijk voor het daadwerkelijk uitvoeren van de testen. En deze strategie was bedacht toen we met nog maar 5 front-end teams waren. Maar zoals ik in het begin vertelde zijn we nu met 12. En we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat het niet helemaal goed meer werkt zoals we het deden. Eerste probleem is device coverage. Tijdens het regressietesten willen we ervoor zorgen dat de app werkt op verschillende toestellen. Bijvoorbeeld op zowel telefoons als tablets. Maar ook zowel Samsung toestellen als niet Samsung toestellen bijvoorbeeld. Maar eigenlijk is alleen de tester heeft beschikbaar tot een grote set testtoestellen. En de rest van het team niet echt. We hebben wel een kluis liggen op kantoor waar je naartoe kan gaan om toestellen te lenen. Maar ja, zeker in coronatijd kon je niet naar kantoor. Dus ja, wat doe je dan? We hebben bijvoorbeeld wel een service genaamd SaaS Labs, waar je toestellen via je computer kan besturen die in een la liggen ergens in Berlijn. Op zich is dat heel fijn, maar ik heb 1 keer heel mijn team uitgelegd hoe je daarmee moet werken. En dat wou ik daarna nooit meer doen. Dat was best een lastig proces. Daarnaast was er geen gevoel voor verantwoordelijkheid. Want omdat het roleert elke 2 weken tussen 12 teams, betekent dat je maar 2 tot 3 keer per jaar aan de beurt bent hiervoor. Dus eigenlijk wanneer je klaar was met de regressietesten, was van zo, oké, klaar, volgende, succes. In plaats van dat je tijd besteedt aan het verbeteren van het proces en elkaar daarmee helpen. En de vaardigheden ontbreken. Ik weet niet hoe goed jij kan worden in dingen die je maar 2 keer per jaar doet. Ik niet zo. Dus voor mijn team was het zo dat zij normaal gesproken niet zo worden blootgesteld aan het testen. Niet op de manier zoals we doen tijdens het regressieproces. En ook voor mijzelf als coördinator dan. Elke keer als ik aan de beurt was, moest ik opnieuw uitzoeken van, oh ja, hoe werkte dit ook alweer? Wat waren de stappen? Mijn team komt de hele tijd met vragen. Hoe werkte dat nou ook alweer? Dus eigenlijk al met al, elke keer als ik verantwoordelijk was voor de regressietesten, dacht ik van, dit kost me echt 5 jaar van mijn leven. Ik heb hier geen zin in. Dus nou, wat hebben we gedaan? Ik heb het in zo'n testersmeeting heb ik het aangekaart. Van jongens, ik vind eigenlijk dat dit niet zo goed meer werkt. En gelukkig was iedereen het daar wel mee eens. En toen hebben we een meeting gehouden van wat gaan we hier nou aan doen. En ik heb daar een idee gepitcht. En dat was om een team van specialisten te maken die de regressietest uit gaat voeren voor ons. Nou, dat hebben we ingevoerd. Dat team van specialisten die bestaat uit de testers en de reliability engineers, die ik in het begin al noemde. Dat zijn de mensen die dus te maken hebben met het releaseproces, maar ook incidenten. En die werken dus elke keer samen om de regressietest uit te voeren. Nou, dit zorgt ervoor dat we een veel rustiger proces hebben. Want iedereen in een team is een expert op het gebied van het uitvoeren van de regressietesten. Dus als jij als coördinator eventjes niet meer weet hoe het moet, dan heb je een heel team bij je die allemaal ook jou kunnen helpen en kunnen inspringen. En ook als je een nieuwe collega hebt, iedereen in jouw team kan jou helpen in plaats van dat jij daar als enige voor verantwoordelijk bent. En het heeft ons ook een stuk sneller gemaakt. Want op de oude manier van regressie doen deden we er vaak 3 tot soms wel 7 dagen over om heel de regressietest uit te voeren. En nu lukt het vaak in 1 tot 2 dagen. Dit is het enige die ook een beetje nadelen heeft. Allereerst geen teambetrokkenheid meer. Het was op zich wel een voordeel van hoe we het eerst deden, dat je ook wat te maken krijgt met de rest van de app. Je ziet ook een beetje wat andere mensen aan het doen zijn, wat de mogelijkheden zijn in de app. En ook meer testervaring bij je andere teamleden. Je krijgt wat minder inzicht in je eigen testen, want je krijgt eigenlijk altijd gewoon een willekeurige set aan testen toegewezen die jij moet uitvoeren. Dat zijn niet per se die van jouw team, dus dan kan misschien het overzicht in wat de test van jouw team is, kan je missen. Dat zorgt ook voor gaten in de test automation. Als je niet meer bewust bent van wat er nou elke keer handmatig uitgevoerd moet worden voor jouw team, dan denk je er misschien ook niet na van, hey, misschien moeten we daar eens wat aan doen.
En onze theorie is dat het nog sneller kan. Die 1 tot 2 dagen, dat is mooi, maar onze hypothese in het begin was een halve dag. En daar zijn we nog steeds niet. We kunnen kijken naar het verbeteren van de huidige manier. We zijn op dit moment in discussies wat we hier nou precies willen doen. Want er is ook iemand die pleit voor een nieuwe manier van werken weer. Dus daar zijn we nog over in gesprek. Goed, wat zijn nou de belangrijke dingen om hier uit te halen? Allereerst is dat roterende rollen niet altijd verantwoordelijkheid promoten. Dat geldt natuurlijk hier specifiek bij mij voor het regressietesten. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor andere rollen die steeds door iemand anders worden uitgevoerd. Op die manier ben je niet gemotiveerd of niet, misschien niet genoeg gemotiveerd om ook echt te werken aan verbeteringen. En wat ik ook wil meegeven is, evalueer je manier van werken naar opschalen. Als je team groter is geworden of als je met meer teams samenwerkt, kijk dan of je manier van werken nog steeds goed werkt voor deze nieuwe grote set mensen. Zijn hier vragen over? Ja. Ja, klopt. Het. Ah zo, ja. Nee, omdat het inderdaad mensen van alle teams zijn. We doen het ook zoveel mogelijk gemixt. We hebben eigenlijk 2 teams gemaakt. Met de ene keer is de helft van de mensen zijn de testers van het team. En dan van de overige teams zijn het de reliability engineers. En dan de volgende keer is het andersom. Zodat je altijd wel 1 iemand van elk team in je team hebt zitten die wat meer kan vertellen over die functionaliteit. Ja, nee, kan ik vertellen. Dat is eigenlijk dat elk team zijn eigen regressietest uitvoert. Dat is weer terug. Eigenlijk weer terug, ja. Ja. Wat voor testen voor die collega's zijn? Dat zijn de flow-testen eigenlijk, die niet geautomatiseerd zijn of niet geautomatiseerd kunnen worden. Waarom automatiseren jullie die dan niet? Er zijn heel veel testen die niet geautomatiseerd kunnen worden, omdat ze bijvoorbeeld van de app naar de website navigeren en weer terug. En zeker die route terug, dat automatiseren, dat lukt niet helemaal. Of bijvoorbeeld omwege testdata. Ja. Tweede vraag is pak. De devices, gebruiken jullie nog steeds nu ook nog fysieke devices? Zoveel mogelijk. En waar de gaten in zitten, dus waar we device coverage hoger willen houden, daar gebruiken we SaaS Labs voor. Maar iedereen in het team weet nu hoe SaaS Labs werkt, dus die kunnen dat op zichzelf doen. SaaS Labs is eigenlijk een website waarmee je vanaf je computer echte devices kan besturen. Die liggen in een la in Berlijn. Dus het zijn wel echte devices, maar je bestuurt ze via je computer. En waarom dan niet de keuze voor gewoon een device farm? Ik heb het idee dat een beetje hetzelfde is, maar dat kan ik fout hebben. Hetzelfde. Ja, hetzelfde. Oké, ik moet helaas door, want ik heb ook niet zo heel veel tijd meer. En ik heb nog best wel wat te vertellen eigenlijk. Ik heb hier nog het onderwerp tag plans. Daar kwamen we nog op terug. Ik zal even proberen uit te leggen, het is misschien een beetje ingewikkeld. Maar met tag plans kunnen we eigenlijk het gedrag van onze gebruikers kunnen we volgen. We hebben bijvoorbeeld deze pagina hier. Hier kun je instellingen voor je betaalpas doen. En met een tag plan kunnen wij zien hoeveel gebruikers er op deze pagina komen. Dus daarvoor dat bijvoorbeeld 100 gebruikers per dag op deze pagina komen. Nou kunnen wij ook acties kunnen we trekken. Dus bijvoorbeeld klikken op knoppen. Ik heb hier deze 2 knoppen even gehighlight. Want deze knoppen die leiden allebei naar diezelfde pagina waar je instellingen kan doen voor je betaalpas. Wat we dus kunnen doen is dus bijhouden hoeveel mensen er op welke knop klikken. Dus stel je voor dat we erachter komen dat op de eerste knop dat klikken 80 mensen en op de tweede klikken 20 mensen. Dan kunnen we er dus voor kiezen om die knop waar 20 mensen op klikken om die uit de app te halen. Want waarom zou je eigenlijk 2 knoppen moeten hebben om op dezelfde plek terecht te komen? Voor die tagplans heb ik gevraagd wat is jullie strategie? En eigenlijk was de strategie tag alles. Ik denk oké, nou mooi, wat doen we daar dan mee? Helemaal niks. Oké, hebben we dat gedocumenteerd staan ergens? Ja, we hebben de documentatie wel, maar dat is nog in de taal van toen we Adobe Analytics gebruikten. Maar we gebruiken nu Tealium, dus eigenlijk klopt het niet helemaal meer. En toen dacht ik, oké, wat moeten we hier nou mee? Dus ik ben kritische vragen gaan stellen elke keer bij een refinement. Wat gaan we precies taggen? Wat gaan we doen met die data? En hoe gaan we dat documenteren?
Ik heb hier een voorbeeldje van die documentatie. Ik heb per pagina aangegeven welke elementen we taggen. En in het tweede stukje zie je hoe dat er ongeveer uitziet. In dit geval is dat een klik op die tweede knop waar het rode randje omheen zit. Dan sturen we die data en aan de hand van die data kunnen we dus bijhouden hoeveel mensen die actie uitvoeren. Wat is daar de impact van? We zijn niks nodig aan het implementeren, wat zorgt voor tijdswinst. En door de goede documentatie hebben we ook kennis behouden. Dus we hebben bijvoorbeeld het product lenen hebben overgedragen aan een ander team. En die hebben nu een heel mooi gedocumenteerd tagplan, wat zij kunnen gebruiken om die data toe te passen. Dat is dan ook de next step en dat is het toepassen van de data. Wat wil ik jullie meegeven? Verzamel jij al data over wat je gebruikers doen? Zo niet, zou je dat misschien willen. En als tweede ook, hoe beïnvloedt deze data je keuzes? Maak je er wel echt gebruik van? Ben je niet data aan het verzamelen waar je eigenlijk helemaal niks mee doet? En als je wel data besluit te verzamelen, wat ga je ermee doen en hoe ga je dat doen? Dat was eigenlijk de presentatie. Nog een korte samenvatting. We hebben dus eerst gehad, even kijken in de keuken bij ABN AMRO. Dan hoe we de refinements fijner en efficiënter hebben gemaakt. Hoe we tekstvelden in de gaten houden en dat ook uniform hebben gemaakt over de hele app. Hoe onze testomgevingen nu beter functioneren en we dat ook beter kunnen bijhouden. Hoe ons oude regressieproces niet meer voor ons werkte en hoe we die verbeterd hebben. En ook hoe we tagplans inzetten om keuzes te maken over onze app. Dan nog even terugtrekken naar het onderwerp van de hele dag vandaag eigenlijk, Sustainable Quality Engineering. Nou, ik hoop dat ik het Quality Engineering in ieder geval al duidelijk heb gemaakt. Hoe is het nou sustainable? Nou, sowieso als je dingen niet implementeert, dan kosten ze geen tijd en geen energie. Zowel voor de mensen als ook echt elektriciteit. Dat maakt het meer sustainable en het heeft ons ook werk prettiger gemaakt, wat ook sustainable is voor onszelf. Dat was hem. Zijn er nog vragen? Hebben we nog tijd voor vragen? Tijd genoeg. Nog ja? Oh. Ja. Over wie ze irritatie hebben gedaan? Over die van jou of ze allemaal in? In dit geval voornamelijk begonnen met mijn irritatie. Maar als ik het besprak met andere mensen, kwam ik erachter dat het een algemene irritatie was. Ja. Ja. Ik vraag me toch af hoe jullie aan 12 teams komen. Ja, goede vraag. We zijn ooit helemaal in het begin begonnen met maar 3 teams. Dat waren Rock, Paper, Scissors. Ik weet niet wie dat bedacht heeft. Maar die waren eigenlijk verdeeld in de belangrijkste onderdelen van de app. Dus bijvoorbeeld Scissors was verantwoordelijk voor betalen. En die andere 2 weet ik eigenlijk niet precies. Scissors bestaat nog steeds. Die is nog steeds verantwoordelijk voor het betaalgedeelte. Op een gegeven moment kwamen we erachter dat de teams te grote verantwoordelijkheid hadden. Of te veel te doen hadden eigenlijk. Dus dan is er een soort verdubbeling gekomen. Dus bijvoorbeeld Team Scissors is verdubbeld en toegesplitst in Scissors en Hammers. En dan Hammers heeft bijvoorbeeld het spaarproduct overgenomen van Team Scissors. Het was eigenlijk gewoon te veel werk per team om het met maar 5 teams uiteindelijk te doen. Dus toen zijn we verdubbeld. En er zijn er nog 2 bijgekomen. Ik weet niet hoe dat gebeurd is. maar ja, het zijn best wel veel teams. Maar het kwam eigenlijk daarop neer. Elk team had gewoon te veel te doen en dat paste niet. Ja. Vervolgens hierop dan, is het dan vooral dat het, de app ziet er niet per se heel grandioos en groot uit, maar is het dan vooral heel veel compatibility met van iOS, Android, tablets, alle verschillende devices, dat daar heel veel tijd in zit? Daar gaat inderdaad heel veel tijd in zitten. We zijn ook heel erg druk bezig met toegankelijkheid. Ik weet niet of mensen waren die ook bij de vorige presentatie in deze zaal waren, maar die ging daarover. Maar we zijn heel erg druk bezig om de toegankelijkheid ook goed te krijgen in de app. Daar gaat ook heel erg veel tijd in zitten. En ja, ik moet ook zeggen, bijvoorbeeld waar wij aan gewerkt hebben was die overzichtspagina en dan de 2 pagina's om het te customizen. We zijn er 2 jaar mee bezig geweest. Dat hadden wij van tevoren ook niet helemaal verwacht. Maar ja, zeker omdat je ook met 12 teams aan 1 app werkt. Je moet heel erg opletten ook hoe je elkaar beïnvloedt. Goed met elkaar samenwerken. Je komt later tijdens het implementeren toch achter onafhankelijkheden of afhankelijkheden van elkaar. Dus ja, je moet gewoon heel voorzichtig zijn, heel veel dingen nadenken. En soms ook gewoon weer terug naar de drawing board eigenlijk. Dat dingen toch niet gaan. Ja. Dus ja, die 12 teams, het was nodig. Maar het maakt het eigenlijk ook weer een stuk moeilijker allemaal. Ja. Nee, dat heb ik gewoon zelf bedacht en het naampje gegeven. Ik heb het nog niet zo heel veel verder gezien, maar het kan gewoon zijn dat ik daar niet onderdeel van ben geweest. Maar ja. Kunnen jullie boven 12
Niet echt, nee. We hebben wel twee lead PO's. Dus die coördineren met de PO's per team. We hebben ook een lead designer. Dus één persoon die het design van de algehele app in de gaten houdt. En die coördineert dus met alle teams los. En alle testers die komen regelmatig samen. Maar ook alle developers komen regelmatig samen met z'n allen bij elkaar in meetings om dingen te bespreken. Volgens mij is een uitdaging voor veel testers altijd testdata. En hoe zit dat bij jullie? Zit het aan het einde van een lange keten of valt het wel mee? Wie is de eigenaar van die testdata? Of als er iets wijzigt in jouw testgevallen? Ja, nou, testdata is bij ons best wel pittig. We hebben ook, volgens mij is het één keer per jaar een data refresh. Dan wordt eigenlijk de testdata, dat zijn eigenlijk soort gescrambelde echte accounts van gebruikers. Dus de namen en alles wordt onherkenbaar gemaakt. En soms wordt dan één keer per jaar wordt dat weer gesynct opnieuw. En dat zorgt heel vaak voor problemen. Dat we niet meer kunnen inloggen omdat bijvoorbeeld een pasnummer is veranderd of dat soort dingen. We hebben een test data management team en die werkt met ons samen om dat dan elke keer weer op te lossen. Ik dacht over die irritaties van, is onderdeel daarvan misschien ook niet, misschien een beetje de wetensvraag, van afwezigheid van constructies in de stukmassa. Ja, dat zou kunnen. ja, ik moet zeggen, de Scrum Masters zijn nu 2 jaar geleden of zo zijn die eigenlijk uit de teams gehaald. Maar veel van deze irritaties die zijn daarvoor al begonnen. Dus we hadden ze toen wel en toen speelde het ook. Dus ik weet inderdaad niet of dat dan niet goed functionerende Scrum Masters waren. Of omdat dit een groter probleem is, dat misschien ook app-breed is. Terwijl de Scrum Masters misschien te veel in het team zelf keken. Ja. Verder nog vragen? Oké, nou bedankt allemaal.